Ben ik goed te verstaan? Lisa Kruijter, welkom. Toen ik je boek nog lang niet uit had, stelde ik aan Tom voor om jou te interviewen over het boek. Want ik was al meteen, zuchten van verlichting. En toen ik dat las. En ik wist toen ook nog niet dat Tom Schimmelpenninck zelf ook later in het boek voorkomt. In positieve zin trouwens ook. Dat is misschien aardig om daar even mee te beginnen. De boekhandelaar heeft een boekhandel. Het fenomeen boekhandel heeft ook een apart hoofdstuk in je boek. Ik heb in dit boek, in het papieren boek, heb ik ook papieren blauwe geeltjes geplakt. Heel handig, dat is een van de voordelen van een boek, dat je geeltjes in kan plakken. En het verst uitstekende geeltje, er zijn er nogal veel, verwijst naar de passage waar Tom Schimmelpenninck wordt genoemd. Ik zal even vast verklappen wat er staat. Veel boekwinkels hebben een nieuwsbrief voor hun klanten. Soms op papier, soms online. Fameus is het krantje van de Amsterdamse winkel Schimmelpenninck. De Bode geheten. Dat een paar keer per jaar bij de klanten in de brievenbus valt. In die Bode staan ook die prachtige columns, of in ieder geval een aantal, iedere keer één van Tom. Waarin de wederwaardigheden van de boekhandelaar te lezen zijn. Lisa Kuijter, je bent hoogleraar boekwetenschap. Kan je iets vertellen over dat vak, wat dat is, wat jouw achtergrond wat dat betreft? Ja, maar ik zeg er ook meteen bij dat dit boek een beetje afwijkt van wat ik normaal gesproken doe. Boekwetenschap is net als muziekwetenschap, kunstgeschiedenis, theaterwetenschap, een studie die zich richt op een bepaalde kunstvorm of een bepaalde cultuurvorm. En dat is dus in ons geval een boek. En wat we dan bestuderen is productie, distributie en consumptie van boeken door de eeuwen heen. En dat begint al met handgeschreven boeken in de middeleeuwen. We zijn een min of meer historische discipline. Nou, die rode kool hebt u allemaal aan mij te danken. Ik ben dus inderdaad 19e eeuw specialist, maar ook 20e eeuw en ook 21e eeuw. Ik vat het een beetje ruim op. En dit boek nu, dat gaat eigenlijk over nu en over de toekomst. Dat is dus een beetje wat verder van mijn oorspronkelijke opdracht. En de reden dat daar dus een hoofdstuk over de boekhandel in voorkomt, dat is dat het zo slecht gaat met het boek. Althans, dat wordt ons ingewreven in de media. Als je de krant openslaat, dan staat er heel vaak... Ja, boeken zijn passé, het zijn stoftesten. We kunnen beter alle boeken vervangen door digitale boeken. En is het e-book niet veel handiger? Bibliotheken worden gesloten en er zijn crisissen in de boekwinkels. En nou ja, goed, die polare crisis van vorig jaar, dat zullen heel veel mensen zich nog wel herinneren. Dat echt heel veel boekwinkels gesloten werden. Ja, als je dat leest, dan denk je, nou ja, het is kennelijk voorbij met boeken. En oké, ik ben dan misschien de enige, of misschien ken ik nog een paar mensen die nog wel van papieren boeken houden. En ik dacht, toen ik al die berichten achter elkaar gelezen had, en ik neem dat dan ook uit en ik bewaar dat, en ik overzie dat een beetje, het is tenslotte mijn vak. Ik dacht, dit gaat toch wel heel ver zo langzamerhand. En is dat nou wel zo? En is het boek nou eigenlijk wel passé? Het papieren boek dan, hè? Dus ik ben op zoek gegaan naar een onderzoek dat gaat over het belang van papieren boeken. En ik heb geprobeerd om achter elkaar al die argumenten die vaak gebruikt worden om e-boeken te promoten, om die nou eens te ontzenuwen en om aan te tonen dat het papieren boek helemaal nog niet passé is. En dat het kwaliteiten en kenmerken heeft die echt op geen enkele andere manier door digitale boeken kunnen worden overgenomen. En dat we dus niet het boek met het badwater moeten weggooien. Dat is de centrale schrift. Ik
kreeg ook toen ik het boek las het gevoel dat misschien dat we zo ongelooflijk gewend zijn eigenlijk aan het papieren boek, dat we niet eens meer beseffen hoeveel kwaliteiten het heeft. Want het leuke vond ik van het lezen, een van de echte ontzettend leuke dingen van het lezen van jouw boek is de herkenning steeds van dingen waarvan je je eigenlijk niet bewust was. Ja, dat is waar, dat is ook zo leuk aan een papieren boek, of dat is ook zo handig van een papieren boek, of daarom is het papieren boek ook heel erg noodzakelijk. Nou, het is net als met liefdes die voorbij gaan, dat als iemand weg is, dan besef je pas eigenlijk hoeveel je van iemand houdt. Dus ja, dat is met het papieren boek ook zo. Het zijn inderdaad kenmerken die waar we zo aan gewend zijn, dat we, ja, we merken het pas als het als we straks, hopelijk nooit hoor, maar je weet het niet, als je met digitale boeken uitsluitend wordt geconfronteerd. Mijn zorg is vooral niet zozeer de consument, want de consument heeft al lang laten zien dat hij heel graag papieren boeken leest. En mensen vinden het heerlijk om te dwalen in boekwinkels, om boeken op te tillen, om ze open te slaan, te bladeren en te kijken van hé, hey, dit is iets wat me aanspreekt. En dit boek vind ik heel mooi, dat ga ik ook geven aan iemand. Dat is met e-books bijvoorbeeld al heel moeilijk om een boek te geven. Uitlenen is al helemaal... Nou ja, je kan wel bij de bibliotheek je e-books lenen. En is het op zich ook niks tegen e-books, hè? Dat probeer ik ook steeds duidelijk te maken. Het is een hele fijne uitvinding. Ook omdat je gewoon digitaal kunt doorzoeken. Had het voordat we begonnen met een vrouw erover dat het zo handig is dat je de letters groter kunt maken. Dus dat heeft allerlei voordelen. Maar het papieren boek heeft ook iets persoonlijks, iets tastbaars. En nou, op zoek gaat dus naar onderzoek over die speciale kwaliteiten van het papieren boek. Er kwamen toch wel hele interessante dingen uit. Eigenlijk is er heel weinig onderzoek gedaan naar expliciet het papieren boek, maar wel vaak ten opzichte van digitale boeken. Dus meestal is het dan bedoeld om te laten zien dat het digitale boek heel goed is, maar als je zoekt naar argumenten voor papieren boeken, dan komen die er ook uit. Dan blijkt bijvoorbeeld dat mensen zich beter kunnen concentreren bij het lezen van een papieren boek. Dat merk ik ook aan studenten, die printen altijd alles uit. Dus je zet dan iets op internet wat ze kunnen lezen. We hebben dan zo'n soort digitale leeromgeving. Zo heet dat dan. Dus een digitale leeromgeving. En daar zetten we dan de artikelen op die ze moeten lezen. Dat is meestal digitaal. En ze printen het allemaal uit. En ze zitten dan in de collegebank met allemaal van die losse blaadjes. En dan zitten ze te strepen en te krassen. Ja, en dat, ik snap dat. Want een mens heeft gewoon liever papier in handen dan een plastic apparaatje of een ijzeren apparaatje. Wat bovendien uit je handen kan vallen, de batterij kan opgaan, iemand kan het stelen, ben je al je boeken kwijt. Zo zijn er allemaal nadelen die aan digitale boeken verbonden zijn. Maar ook dus heel veel voordelen aan papieren boeken. Dus ik heb me geconcentreerd op die voordelen. Ik wil een positief boek schrijven. Dus geen zeurderig huilboek van oh, zo zielig met die papieren boeken. Nee, ik wil juist een soort enthousiast boek over papieren boeken schrijven. Volgens mij is dat gelukt en is het ook daarom zo'n ontzettend leuk boek om te lezen. Want het is, het is helemaal boordevol met heerlijke anekdotes waarvan ik eigenlijk allemaal zou willen dat ik ze allemaal woorden kan onthouden. Zodat ik ze overal te pas kan brengen. Alle gesprekken in de boekenwereld die daar maar over gaan. En die gaan er nog bijna altijd over de laatste tijd, de laatste jaren. En wat dat betreft is het ook, heb je heel veel mensen denk ik ook blij gemaakt met een soort munitie in hun handen. Om in gesprekken over de digitalisering in de boekenwereld beter beslaagd ten ijs te komen. En wat ik ook zo goed vind, is dat je, je hebt het eigenlijk al aangegeven ook in wat je zei, dat je ook heel goed en objectief aangeeft in je boek wat de voordelen van de uitvinding van het e-book zijn. Wat de voordelen zijn van het internet. Daar schrijf je niet omheen, die noem je gewoon. Je noemt ook de nadelen van de boeken, van het papieren boek. Ja. Maar daardoor is het een des te geloofwaardiger boek. En daardoor komt ook des te duidelijker naar voren hoe superieur eigenlijk in heel veel opzichten het papieren boek is aan het e-boek. En dat... die eerlijkheid was af en toe wel moeilijk hoor, maar ik herinner me
Ja, nee, maar één ding bijvoorbeeld herinner ik me vooral, wat ik heel vervelend vond om op te schrijven. We hebben waarschijnlijk allemaal vroeger wel onder de dekens gelezen. Hè? Ik in ieder geval wel. Moest je gaan slapen en dan, nou ja, toch boeken onder de dekens en dan kon je nog wel een uurtje doorlezen. Ja, nou laten we dat veel kinderen door e-books en iPads en telefoontjes slechte ogen hebben gekregen. En ik dacht terug aan wat mijn ouders vroeger zeiden als ik onder de dekens las. Van ja, dat is slecht voor je ogen, slecht voor je ogen. Nou, ik dacht, ha, lekker, die iPhones is nog slechter voor de ogen. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Het lezen onder de dekens is inderdaad slecht voor je ogen. Ja, dat vond ik heel zuur. Ik heb het toch opgeschreven. Want het is waar. Het is bewezen. Lezen onder de dekens bezorgt ons allemaal een bril op latere leeftijd. Dus, ik heb lenzen, dus mocht de dekens van zich lenzen van het leven. Het is echt waar. Dus, ja. Wat een van de meest frappante vergelijkingen vond je, maar je maakt dus heel vaak een vergelijking tussen het papieren boek en het digitale boek. En het meest, wat eigenlijk quintessens is misschien van het verschil, dat komt een paar keer in het boek voor, is dat een papieren boek een object is van natuurlijke materialen gemaakt. Iets wat je vast kan houden. Terwijl een digitaal boek eigenlijk een bestand is. En dat is ook tegelijkertijd, dat is eigenlijk heel onthullend als je leest wat daar allemaal mee kan gebeuren met een bestand. Ja. Het lijkt alsof een bestand zo makkelijk is. Het bewaar je en dat kan je ook als je wil vernietigen, of delete heet het al meestal. En dat is eigenlijk, daar zit nou net ook het grote bezwaar natuurlijk van bestanden, dus van digitale boeken, ja. Dat ze zo gemakkelijk vernietigd kunnen worden, ook door grote organisaties bijvoorbeeld. Ja, je hebt waarschijnlijk ook daarbij gedacht aan het verhaal dat grote aanbieders zoals Amazon.com, hè, waar veel mensen hun e-books kopen, die kunnen dus op afstand in jouw e-reader ingrijpen. Ze kunnen dus boeken uit jouw e-reader halen. En dat is ook gebeurd, omdat bijvoorbeeld de rechten van het boek niet goed geregeld waren. Heel toevallig gebeurde dat bij George Orwell, hè, de schrijver van 1984, Big Brother. Nou, dit was natuurlijk wel een heel mooi voorbeeld van Big Brother. Dus Amazon die haalde die boeken terug uit de iPads en tablets van de lezers, omdat de rechten niet goed waren geregeld. En toen heeft één student die in dat boek ook, want dat kan in een iPad of een tablet, kan je aantekeningen maken. Dat is wel heel ingewikkeld, dus ik vind het zelf geen toegevoegde waarde. Maar hè, die plakkertjes, dat is eigenlijk veel handiger. Maar die student die had dat gedaan, die had aantekeningen gemaakt in dat e-book, in zijn e-reader van George Orwell. En dat werd dus weggehaald. Toen heeft hij dus Amazon aangeklaagd en gezegd, ja, you stole my work. Ik kan nu niet afstuderen, want al mijn belangrijke aantekeningen staan erop. En dat is een schadepost van 75.000 euro of dollar. En hij heeft inderdaad gelijk gekregen. Ze hebben het dus tot het hoogste niveau hebben ze dat aangekocht. Maar wat nog erger is, en dat is eigenlijk iets wat de privacy van de lezer schendt. Ja, sommige mensen kan het niks schelen, maar ik ben dan kennelijk ouderwets. Ik vind dat heel naar, het idee dat een aanbieder kan zien waar ik begin met lezen, waar ik ophoud met lezen, waar ik langer over doe, of ik een boek wel of niet uitlees. En die aanbieders die doen ook iets met die gegevens. Die verkopen dat en daar worden dan boeken op aangepast, zodat je ze de volgende keer wel helemaal uitleest of dat je daar in ieder geval op een of andere manier tevreden mee houdt. En dat vind ik ook echt slecht voor de literatuur, slecht voor de cultuur. Dat moeten we gewoon niet willen. Het is ook wat mij heel erg tegen de borst houdt, omdat om de redenen die jij zegt, maar ook omdat de relatie die je met een boek hebt, is toch een soort intieme relatie. Boeken zijn toch ook een soort vrienden. Heel erg privé. Privé. Ik moet zeggen dat ik me er soms ook aan stoor. Als bijvoorbeeld iemand, als ik in de openbare ruimte ben en ik ben aan het lezen, als ik merk dat mensen echt nieuwsgierig zijn naar wat ik aan het lezen ben, dan voel ik me eigenlijk gehinderd in mijn privacy. Ja, en toch zijn er mensen die zeggen, ik vind een e-reader zo vervelend, omdat je dan dus als iemand tegenover je zit in de trein, kun je niet meer zien wat hij aan het lezen is. En zo zijn er allerlei aspecten die daarin samenhangen. Ja. Maar ja, het is
absoluut waar. Een boek is heel erg persoonlijk. Dat bleek ook uit onderzoek. Dus ik heb zoveel mogelijk echt feitelijk onderzoek van wetenschappelijke instellingen bij elkaar geharkt. En nou, er kwam onder andere uit dat lezers een papieren boek persoonlijker vinden en authentieker. En dat vertrouwder is en dat ze het ook meer vertrouwen. En dat vind ik ook heel belangrijk, dat je het idee hebt als lezer, en misschien is het helemaal niet waar, ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel onzinboeken op de wereld, maar er staat nog meer onzin op internet. Dat is niet gewoon waar. Dus veel mensen hebben het idee, als het in een boek staat, dan is het meer waar dan als het op internet staat. Er gaat ook heel veel arbeid en tijd en geld zitten in het maken van een boek. Klopt. En dat betekent dat de makers van een boek niet zomaar over één nacht ijs gaan. Ja. Want op internet kun je zomaar iets op internet smijten, het volgende dag weer afhalen. Ja, het wordt ook niet geselecteerd. Dat is natuurlijk een van de feiten, de essentie van internet. Er is geen selectie, dus alles komt erop. En bij een uitgeverij, er zit gewoon iemand aan de poort. Die heet maar. Ja of nee, en dat maakt het toch net iets meer van gewicht. Ja. Er komt ook nog eens bij dat een boek is natuurlijk een ding waar je waar al je zintuigen meedoen. Ja. Dat komt in jouw boek ook uitgebreid aan bod. Dat blad, dat nieuwe tijdschrift, ik zeg Paper Jam, wat daar bij gisteren optrad bij de presentatie, wordt daar ook aandacht aan gespendeerd en onder andere ook heeft het eerste nummer van dat tijdschrift als thema papier en geluid. Het gaat dus ook voor een groot deel over het geluid van papier, het knisperen van de pagina's, wat voor geluid maakt dat? Het is een soort intiem geluid van het lezen. Ja, dat heb ik helemaal uit mijn boek gelaten, wat stom. Ik had ook een hoofdstuk over het geluid van papier te doen. Heb ik niet gedaan, maar ik heb het wel over de geur van papier. Want de geur van papier is ook iets waar veel lezers in onderzoek naar verwijzen, dat ze dat zo belangrijk vinden. En dat herken ik. Ik vind het ook heel speciaal. En dat is zelfs zo speciaal dat er een aantal parfums bestaan die dus de geur van papier als basiselement hebben. En dat is dan, bij parfummakers spreken ze in tonen. Hè? Dus een parfum is een samenspel van verschillende tonen. En dat is dan iets met mos, is geloof ik, papier. Dus er zijn allerlei verschillende definities voor wat nou precies de geur van papier is. Maar één parfum heet bijvoorbeeld Paperback, daar heb ik ook een plaatje van opgenomen. En een ander parfum heet In the Library. En Karl Lagerfeld, toch niet de eerste, de beste ontwerper, die zweert daarbij. Die heeft ook zijn naam geleend aan een van die parfums, omdat hij zelf ook een grote verzamelaar is. Ja. Van papieren boeken dus. Ja. Grappig is dat parfum is iets wat je om je heen hebt. En boeken zijn ook iets wat boeken heb je ook om je heen. Ja. Dat komt ook in je boek voor. Boeken zijn akoestisch prettig, maar ze zijn ook ze zorgen ook voor een soort geestelijke hoe noem je het ook weer in je boek, een geestelijke binnenwereld die om je heen is. Ja. Je eigen, datgene wat je zelf leest, hebt gelezen of wil lezen, dat is om je heen. Ja, het zijn de bouwstenen van je geheugen, dat zeg ik geloof ik ergens in het boek. In ieder geval zie ik dat zelf zo, omdat je vaak aan de hand van de boeken die je hebt gelezen veel dingen nog kunt herinneren. Bijvoorbeeld natuurlijk wat er in het boek staat, maar ook wanneer je het leest, hoe je je voelde toen je het hebt gelezen. Vaak bewaar je ook dingen in boeken en die vallen er dan uit als je het uit de kast haalt. En heel veel mensen vinden boeken zo belangrijk, dat zijn een paar van die anekdotes die ik dan aanhaal, dat ze hun boeken graag meenemen. Dus al in de 17e eeuw, 18e eeuw bestond er zoiets als een reisbibliotheek. Dat was eigenlijk een soort pakketje waar je miniatuurboeken in kon doen en die kon je dan meenemen. Dus dan had je eigenlijk altijd een bibliotheek bij je. Zo'n USB-sticker van een letter. Ja, dus inderdaad. Je kon dus vroeger ook wel een heleboel boeken meenemen. Want laten we eerlijk zijn, op een USB-stick kunnen 5000 boeken. Maar die ga je toch niet allemaal lezen op één vakantie. Dus zo'n kistje met een paar van de miniatuurboeken, dat kan eigenlijk ook. En een ander mooi voorbeeld is grootvizier uit Perzië. Dat speelt zich af in de 5e eeuw na Christus. Die had iets van 32 kamelen en daar had hij al zijn boeken op gelegd.
En die boeken, of die kamelen, konden netjes op alfabet lopen. Dus die konden ook heel makkelijk de boeken terugvinden. En dan had je ook nog Napoleon, ook een mooi voorbeeld. Die ging op veldtocht naar Egypte. En Napoleon was ook echt een boekenliefhebber. Dus die nam niet alleen een bibliotheek mee, zijn eigen boeken. Hij nam ook nog eens een dichter mee, zijn favoriete dichter. En hij nam een drukpers mee aan boord van een schip waarmee hij naar Egypte ging. Want dan kon hij dus, terwijl hij aan boord was, kon hij je teksten doorgeven aan de drukkers. En die gingen dan pamfletten drukken of brochures waarmee hij dan de Egyptenaren weer kon informeren. Dus dat geeft eigenlijk wel aan dat veel mensen boeken echt heel belangrijk vinden als een soort, ik noem het gewoon ook de schelp waarin je intellect bewaart, een soort schelpenhuisje. Ja, ik kreeg ook nog het gevoel bij die prachtige anekdote over die kamelen, maar nog meer misschien bij dat reisbibliotheekje, dat goederen ook een soort lijfgoederen, dat boeken ook een soort lijfgoederen zijn. En hoe bedoel je? Net als juwelen of sieraden, die eigenlijk zo erg bij iemand horen, dat je bij wijze van spreken niet zomaar iemands boek pakt. Nee. Het voelt als ik een boek aan het lezen ben, iemand anders pakt, heel makkelijk kijken, dan voel ik me eigenlijk een beetje een inbreuk ook weer op mijn privacy. Omdat je met je boeken aankleedt. En dat is natuurlijk zo'n ontzettend groot contrast met die digitale wereld, waarin het boek, jouw exemplaar van een bepaalde roman, is ook één op één identiek aan mijn exemplaar. Ja. Terwijl in de stoffelijke wereld, zou ik maar zeggen, is jouw exemplaar heeft jouw geur, mijn geur, jouw heeft jouw kreukels en heeft mijn kreukels. Ja, je kan ook niet zeggen van ik heb nou een bijzonder e-book gevonden, want dat e-book is voor iedereen hetzelfde en het is overal te vinden en er is helemaal niks zeldzaams aan. Je kunt zeggen dat is een voordeel en dat is het in zekere zin ook. Dus ik ben er ook erg voor om in ieder geval van alle boeken een digitaal exemplaar te bewaren. Dus Google Books, Google heeft om alle boeken te digitaliseren. Nou, zijn ze voorlopig nog lang niet mee klaar. Er is nog iets van 10% is gedaan. Dus mensen die zeggen, alles staat op internet. Nou, dat is gewoon helemaal niet waar. Maar ik ben er wel erg voor. Ik vind dat heel nuttig en zinvol. Maar het is gewoon iets heel anders. Het is niet hetzelfde als het lezen uit een papieren boek. Het is natuurlijk ook een soort backup, die bij wijze van spreken door een of andere van de dichteres die haar PDF, waarvan de PDF niet meer bij de uitgeverij was. En dan denk ik, dat vind ik wel heel raar. Dat is natuurlijk niet zoals het moet. Ja, nee, precies. Ik heb ook soms van die nachtmerries dat een of andere kwaadaardige mogendheid zich meester zou maken van Google en vindt dat al die beschaving maar moet worden vernietigd. Stel je voor, dan ben je het ook allemaal in één keer kwijt. Ja, ja. En wat dat betreft vind ik het ook zo onrustbarend wat je beschrijft in je boek, dat de Koninklijke Bibliotheek die tot nog toe van elk boek wat in Nederland verschijnt één exemplaar is aanschaft en ook beschrijft en ook ontsluit voor degene die daar wetenschappelijk in geïnteresseerd is. En dus ook voor het nageslacht bewaart wat die Koninklijke Bibliotheek ertoe over is gegaan. En dit vind ik echt hemelschrijend. En ik zou bijna zeggen, zonder overdrijving moet daar geen parlementaire enquête over komen ofzo. Want dat die is overgegaan alleen nog maar willen bewaren van een digitale versie van elk boek wat er verschijnt. Ja, dat moet je bedenken. Ze krijgen die boeken, ze hoeven het niet eens aan te schaffen. Nee, inderdaad. Dus die boeken die worden opgestuurd door de uitgever. Ja. En de Koninklijke Bibliotheek heeft gezegd, we willen liever dat u een digitale exemplaar aan ons stuurt, want we willen geen papieren boeken. En nu las ik van de week een interview met de directeur van de Koninklijke Bibliotheek in een boekblad. Waar mensen uit het boekenvak een abonnement op hebben en daar reageert ze ook op mijn boek, heel kort. En dan zegt ze, ja, maar het e-book is ook een authentiek object. En dan denk ik, ja, kom op zeg, dat is gewoon helemaal niet zo. Nee, dat is niks van begin. Nee, dat is geen authentiek object. Ik vind het heel goed dat ze het bewaren, e-books, prima. Maar het is de enige plaats waar alle Nederlandse boeken worden bewaard. En het is dus een soort schatkamer van ons intellectuele leven. En daar liggen dus boeken vanaf de middeleeuwen tot aan nu. En dan zouden dus nu alleen nog maar bestandjes worden geplaatst. Is ook op de server in plaats van de papieren. Ik vind dat echt
onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Het is ook een miskenning van, het is een soort de gedachte daarachter is waarschijnlijk dat boeken content zijn. Moderne woord voor iets voor de inhoud van het bevat. Ja. Maar totale miskenning van alle andere kwaliteiten van een boek. Alsof een boek niet ook vormgegeven is om maar eens iets te doen. Ja, een boek is toch echt wel een zintuiglijke ervaring, denk ik. Het is niet alleen iets wat je met je ogen en je verstand tot je neemt, maar ook iets wat je aanraakt en wat je voelt. En je voelt het gewicht, je voelt het papier, de band. Het is meer dan alleen de tekst. Goed, ik wil het heel graag met je hebben over de zichtbaarheid van boeken en in verband daarmee over bibliotheken in alle vormen die er zijn. Dus we hebben nu de Koninklijke Bibliotheek gehad, die heeft als kerntaak echt het bewaren van alles. Verhogen dus nu dus. Maar laten we het ook hebben over de openbare bibliotheek, vroeger wel leeszalen geheten. Ik weet nog heel goed, toen ik een jongetje was, dat de openbare bibliotheek de openbare leeszaal werd genoemd. En daar ging je naartoe en dan ging je kijken of er iets van je gading was. En als je dan iets gevonden had, dan was je heel blij, want dan ging er een soort wereld voor je open. Deden plaatjes in het boek, meestal boeken met plaatjes, dat nog klein was, al een soort van, gaf er een soort voorsmaak van. En dan nam je dat boek mee, of meteen naar huis, of eerst nog in die leeszaal, ging je ergens een klein plekje zoeken. En dan ging je daarin zitten lezen. Dan was ik kort geleden in de OMA hier in Amsterdam en ik zocht de eerste bundel van Maria Barnas, die heb ik hier geïnterviewd vorige keer. En die eerste bundel was niet meer te verkrijgen, ook niet bij de uitgeverij. En toen heb ik met naar de OMA gegaan en hij was maar niet te vinden, maar hij was al weken geleden was hij teruggebracht, zei de mevrouw van de bibliotheek waarin Jerhulbeek had ingeroepen. En ze ging maar kijken en nog eens kijken en hij was nergens. Hij zou er moeten zijn en ze begreep maar niet waar hij was. En hij was er dus niet, ik heb hem dan wel gereserveerd voor het geval hij terug zou komen. Maar toen, het was het enige exemplaar wat er in Amsterdam zou zijn. En toen ben ik naar huis gegaan en toen dacht ik opeens, sloeg ik mezelf voor de kop. Ik heb niet eens gedacht aan de mogelijkheid dat iemand op dat moment gewoon aan het lezen was. Dat is kennelijk zo uit ons systeem. En die zijn daar ook uit beeld. Die lezers zijn ook uit beeld in de nieuwe opa. Maar die mevrouw heeft er ook niet aan gedacht. Nee, maar ze kunnen dat, als die uitgeleend is, is ze natuurlijk als daar een beetje. Maar mijn eerste gedachte bij dit verhaal is, advocaat van de duivel spelend, ja, was het een e-book geweest, dan had hij het gewoon van internet kunnen halen. Ja. Dus in zoverre heb je daarmee wel een casus waarbij ik denk, Maar over dat ik lees geen e-books. Nee, oké. Dus ik zou dan niet, dan zou ik liever die bundel niet lezen. Dat klinkt heel cru. Maar het was niet de bundel waar het interview over ging. Ja. Nou, maar studenten, want dit is natuurlijk iets wat wel vaak voorkomt, maar studenten die kopen dan, en ik doe dat trouwens zelf ook vaak, als het niet meer te vinden is in de bibliotheek, dan koop ik het bij boekwinkeltjes.nl. Want dan ben je vaak toch relatief goedkoop uit en dan hoef je niet helemaal naar een andere bibliotheek te fietsen. Maar inderdaad, het lezen van boeken is op dit moment wel aan het teruglopen. Tegelijkertijd is het ook weer niet zo schrikbarend dat je moet denken dat niemand ooit nog een dichtbundel leest. Maar het is alleen wel zo dat we nu in een tijdperk leven waarin boeken wat minder vaak geleend worden bij een bibliotheek, omdat we het meestal wel zelf kunnen betalen, al dan niet tweedehands. Dus het lenen van boeken uit een bibliotheek, dat komt inderdaad minder voor en heel veel bibliotheken die verdwijnen ook. Dat is natuurlijk heel treurig. Dat maakt de zichtbaarheid van de boeken dus steeds minder. Ze hebben minder op de plank, zeg jij ook, dat heb ik zelf ook gemerkt. Ja. Ze hebben minder op de plank, niet alleen maar in de OBA, maar ook in allerlei andere vestigingen. Klopt. En er zijn minder bibliotheken. Ja. En ze hebben bijvoorbeeld heel weinig poëzie, want ze hebben toch een soort commercieel beleid kennelijk, of gecommercialiseerd beleid. Nou zeker, ja. Waarbij ze vooral die boeken willen hebben die het meest gevraagd worden. Dus een beetje kip-ei ook, hè. Dus je weet eigenlijk niet of mensen nou minder lezen, omdat er minder boeken in het zicht staan. Want het is absoluut bewezen dat mensen boeken gaan lezen als ze ze kunnen zien. Ja. Want dat inspireert, dat motiveert, dat stimuleert. Serendipiteit. Ja, precies. Maar de e-books in de bibliotheek dan?
Ja, wat is de vraag daarmee? Dat zijn er steeds meer. Ik kom steeds meer mensen tegen die alleen maar online in de bibliotheek kijken. Ja, klopt. Dus omdat er geïnvesteerd wordt in allerlei e-mogelijkheden, verdwijnen dus de papieren boeken uit beeld. Ja. En dan komen bijvoorbeeld dan studieplekken voor in de plaats, of zithoekjes, cafés. Dat heeft natuurlijk ook wel een functie, absoluut. Maar we leven dus eigenlijk steeds meer in een wereld waarin mensen datgene bemachtigen waarvan ze al wisten dat het bestond, waarvan ze hebben gepland dat ze het willen gaan lezen. Dat is zeker waar, want veel mensen denken van ja, maar serendipiteit is op het e-book en als je digitaal gaat zoeken heb je dat toch ook. Maar dat is niet waar, want een computer denkt eigenlijk altijd volgens bepaalde logische richtlijnen. Terwijl als je in een kast gaat staan en je kijkt in een boekenkast, dan zie je allerlei boeken waar je helemaal nooit naar op zoek was geweest. Dus dan krijg je toch andere boeken in handen dan je misschien aanvankelijk gedacht had. En een van de zorgwekkende gebeurtenissen die me ook absoluut hebben geprikkeld om dit boek te schrijven, waar ik gewoon ter plekke alweer kwaad word. Maar ik zou positief blijven, dus het moet opgebouwd worden. Maar dat is dat gevangenissen hun bibliotheken sluiten. En dat vind ik zo erg, zo dom. Want het blijkt dat alles wat je kan lezen een beter mens wordt. Nou, hoef ik u niet allemaal te vertellen, dat wist u natuurlijk al. Van lezen word je een beter mens. Maar dat is echt bewezen. Dus dan kan je je beter inleven in andere personen. Je doet natuurlijk ook kennis op en je taalniveau gaat vooruit. Maar je kan dus ook je beter inleven in andere mensen. Nou, dat lijkt me voor een crimineel bijzonder belangrijk leerproces. Dus die bibliotheken die tot nu toe nog bestaan, dit is het laatste jaar dat ze er nog zijn, maar in 2016 worden ze dus gesloten. En het idee is dan dat die gevangenen wel met een e-reader en met e-books verder kunnen. Nou, dat lijkt mij dus echt veel te optimistische gedachte. Ten eerste moeten ze dus zelf een e-reader gaan kopen en e-books gaan bestellen. De kans dat ze dat doen is denk ik klein, maar stel dat ze dat doen, dan hebben ze dus dat effect van die serendipiteit niet meer. Want ze gaan natuurlijk zoeken dan op crime of zo. Dat lijkt een van de meest gevraagde genres die te zijn. Maar het idee dat je dus in een kast gaat kijken en behalve dat crimeboek misschien ook nog eens misdaad en straf van Dostojevski niet staan, die kans wordt kleiner. Dus ik geef ook het voorbeeld van ik wil eventjes afzeggen hoe je die naam uitspreekt. Maar dat is een Turkse jonge schrijver die met het boek Eus nogal succes heeft gehad. En met een verleden in de gevangenis. En hij heeft dus echt leren lezen en schrijven in de gevangenis, dankzij de bibliotheek. En ik denk dat dat voor heel veel mensen in de gevangenis echt een gemis gaat worden, dat ze straks de bibliotheek niet meer hebben. En ze beseffen dat zelf niet misschien, omdat het misschien helemaal geen onderwerp is. Als je in de gevangenis zit, dan heb je waarschijnlijk iets anders om je druk over te maken. Maar ik denk gewoon vanuit educatief oogpunt, vind ik dat echt een gemis. Ik denk ook dat heel veel kinderen in aanraking komen met boeken, ook met die literatuur, omdat die bij hun ouders in de kast staat, die literatuur, daar zouden ze zelf nooit opgekomen zijn. Hun ouders zouden ze dat nooit gegeven hebben, maar uit nieuwsgierigheid trekken ze een boek uit de kast en gaan lezen en worden helemaal verliefd op het lezen van boeken. Er zijn ook heel legio voorbeelden, Anne Frank, Baudouin van Buren. Kan je nog iets meer vertellen over het kind en het papieren boek? Ja, dat is natuurlijk ook een onderwerp wat, als je het hebt over de toekomst van het boek, nogal urgent is. Want er zijn allerlei voorbeelden van zogeheten digital natives, zoals dat dan heet. Dus kinderen die grootgebracht zijn met iPads en iPhones en die eigenlijk helemaal gedigitaliseerd zijn, zeg maar. De kinderen gelukkig zelf nog niet, maar hun wereldbeeld. Het idee is dan dat die kinderen heel makkelijk met e-readers en iPads om zullen gaan en ook daar in de toekomst heel gemakkelijk boeken op kunnen lezen. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Als je dus nu een onderzoek doet, dat is dus gebeurd waarbij dan kinderen die heel erg gewend waren aan tablets en iPads aan de ene kant en kinderen die daar helemaal nooit mee te maken hadden gehad, aan de andere kant, je gaf ze allebei een tablet met een boek erop en zei ga dit maar eens lezen.
dan bleek achteraf dat die digital natives het minst goed begrepen hadden waar het boek over ging. Terwijl het nota bene een e-book was. Dus dat stimuleert kennelijk niet het leesniveau, het lezen van een iPad. En ik denk ook dat als een kind niet opgroeit met een object van papier, wat echt tastbaar is van hem of haar, wat ook echt een soort trofee is, wat hij in de boekenkast kan zetten van, dit heb ik gelezen, dit is mijn boek. Dan vervliegt denk ik die liefde voor het lezen. Ik denk dat als je een kind zomaar een iPad geeft, dat niet het eerste wat hij dan denkt is, ik ga een boek lezen daarop. Dan denk ik dat hij denkt, ik ga een leuk filmpje kijken of een spelletje doen. Dus het hele idee van boeken op iPads en tablets, dat zou wel eens het eind van het boek kunnen betekenen. En dat is toch wel een somber vooruitzicht. Nou is het positieve nieuws, is dat het met het kinderboek juist heel goed gaat. Dus kinderen willen ook graag papieren boeken. Sterker nog, heel veel kinderen sparen zakgeld op om boeken te kopen. En kinderen lezen veel meer dan volwassenen. Dat is ook een soort eye-opener. Dat je denkt van, is dat zo? Ja, dat is zo. Want tot aan 12 jaar lezen alle kinderen vrijwel dagelijks in een boek. Dat doen ze natuurlijk grotendeels op school. Maar als je ze vraagt, vind je dat leuk? Dan zeggen ze allemaal ja. Ga je dan zuinig op. Een boek is natuurlijk ook voor een kind een manier om de wereld te ontdekken. Weet je wel dat ik zelf als kind plaatjes zag in boeken waarop ik dingen zag die ik nog nooit in de werkelijkheid had gezien. En die zag ik later in de werkelijkheid, of die werden beschreven, die maakte ik pas later in de werkelijkheid mee. Dus er zijn natuurlijk bekend stuk de voorbeelden van het voorbeeld van een olifant. De meeste kinderen kennen de olifant of de muis of de uil en de kinderen van nu zijn wat dat betreft denk ik toch wel ietsje wijzer. Dat ze toch op internet wel de gekste filmpjes, zelfs van onthoofdingen en zo. Ik weet dat dat nee, maar ik heb het over kinderen van twee ja, of drie. Ja. Het is heel mooi beschreven door Koen Simon, dat is zijn zoontje, die dan buiten loopt hij weer buiten in de kinderwagen. En die zegt opeens boom. Je ziet een hele gewoon boom in een achtige contour. Boom, boom. En dan zegt Koen Simon, de vader, zegt dan ja, boom hè. Ja, boom. En die boom die kende dat kind volgens hem, zo dat die vorm boom, tot dan toe eigenlijk alleen nog maar uit een boekje van Dick Bruna. Ja. Dat hele woord boom ook. En dat is natuurlijk toch. In die allervroegste jeugd zijn boeken, denk ik. De meeste ouders laten hun hele kleine kinderen toch nog niet op games en dergelijke, en internet. Nou, ik denk dat je daar niet al te optimistisch over moet zijn. Maar het is absoluut een feit dat boeken, precies dit voorbeeld ook wat je omschrijft van dat boomverhaal, boeken stimuleren heel erg de talenknobbel bij kinderen, omdat ze dan snappen dat er dus een relatie is tussen een plaatje en een woord. En dat kinderen die veel lezen beter worden op school, ja, dat hoef ik bijna hier niet te vertellen, want dat weet eigenlijk iedereen, maar dat is ook echt cijfermatig vastgesteld. En er zijn altijd onderzoekers die dan het tegendeel beweren, en ik hoef maar het woord Steve Jobs school te noemen. En de meeste mensen zullen wel weten waar ik het over heb. Maar nu weet ik dan weer dat Maurice de Hond, niet in mijn boek geschreven, maar die schijnt te handelen in tablets. Dus die heeft ook nog een boek bij. Dus dat heeft iemand me naar aanleiding van mijn boek verteld. Dat was een zeer betrouwbare bron. Maar zo weet je, je weet eigenlijk niet zo goed waar al die onderzoekingen vandaan komen. Dus ik. Ergens in de inleiding van mijn boek zeg ik ook al van ja, het is met cijfermatig onderzoek altijd oppassen, want je weet nooit precies wat erachter zit en of het dan echt klopt. Maar zeker belanghebbende partijen als Amazon en Steve Jobs en Steve Jobs scholen, Maurice de Hond, daar moet je altijd een beetje mee opletten wat die voor resultaten. Want er zijn dus ook onderzoekers die beweren dat je met iPads en tablets juist kinderen meer taalniveau aanleert en dat ze beter leren rekenen. Er zijn ook onderzoeken die dat tegenspreken. Ja. Boeken brengen ook mensen samen. Denk maar even weer aan de boekhandel. Je beschrijft in je boek hoe boekhandels heel vaak een
zowel gewone boekhandels als antiquariaten heel vaak een sociale functie hebben. Daar komen mensen gelijkgestemde samen, wordt eventueel fles wijn opengetrokken, boekhandelaar doet stof op voor zijn columns, eventueel. Maar de boekhandel als een soort derde ruimte, of hoe heet dat ook weer? Een soort derde plek voor mensen. Inderdaad, een soort van blijf van mijn lijfhuis, desnoods. Kan je daar iets meer over zeggen? Ja, ik was dus bezig. Het was eigenlijk het eerste hoofdstuk dat ik schreef voor het boek. Want eerst dacht ik ga het helemaal doen over de boekhandel. Want ik vond dat in 2014, toen begon ik aan dit boek. Ik vond het echt zo naar dat al die boekwinkels over de kop gingen. En die polaren kwestie, dat sleept me echt door de ziel. Maar er kwamen al twee andere boeken over de boekhandel van Polaren. Titel weet ik niet meer. Maar in ieder geval, er kwamen twee boeken uit over de polaren kwestie. Dat is te laat, daar ga ik niet op door. Maar ik ben dus toch wel verder gegaan met dat hoofdstuk over de boekhandel. Want daar bleek eigenlijk heel veel over te zeggen. Er is een paar jaar geleden in het kader van een jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van Nederlandse gemeenten, dat heet de Atlas van Nederlandse gemeenten, er wordt dus gemeten welke gemeente het best en het aantrekkelijkst is voor de bewoners. En dan kijken ze dus bijvoorbeeld naar de hoeveelheid restaurants, de breedte van de straten, de duurte van de woningen en dat soort dingen. En dat gebeurt elk jaar, maar ze hebben dan meestal ook een thema. En in 2011 of 2012 was het thema cultuur. En toen ging dus ook speciaal aandacht uit naar de rol van een boekwinkel in een buurt, in een Nederlandse gemeente. En dan bleek dat daar waar veel boekwinkels zich bevinden, daar stijgt de kwaliteit van leven in een buurt. Dus daar zijn de mensen gelukkiger. Ze doen meer aan cultuur, andere winkels floreren, er is meer bedrijvigheid, meer geluk. Dus dat vond ik wel een heel mooi voorbeeld uit onverdachte bron van hoe belangrijk een boekwinkel eigenlijk is voor een buurt. En ik vind dat zo'n middag als hier geeft er wel, denk ik, het beste voorbeeld van. Want een slagerij zou zoiets niet organiseren. Nee, dat denk ik ook. Maar er zijn nog meer voorbeelden. Dus je hebt ook bijvoorbeeld boekwinkels die gekoppeld zijn aan een identiteit. Dus je hebt de homo-boekwinkel, je hebt de vrouwenboekwinkel, je hebt allerlei religieuze, communistische, maar ook religieuze boekwinkels. Dus het is vaak gekoppeld aan een soort levensbeschouwing en dat geeft eigenlijk ook wel aan hoezeer het boek een soort verlengstuk is van onze eigen inborst. En hoe belangrijk het is. Ja. En het is ook over dat verlengstuk gesproken. Zelf ben ik een groot liefhebber van schilderijen, tekeningen, etsen en dergelijke, waar lezende mensen voor zijn afgebeeld. Liefst helemaal vertrokken, helemaal verdiept in hun boek. Ik vind het verschrikkelijk mooi om dat te aanschouwen. Het is ook weer een soort beeld van intimiteit. Het is ook iets wat je natuurlijk herkent van jezelf, maar je ziet jezelf nooit zo. Want als je het leest, dan zie je alleen maar je boek. En nu we het toch over lezen hebben, ik zou jullie vragen om een stukje voor te lezen. En misschien een aardige anekdote. Ik weet absoluut niet wat ik moet voorlezen. Nee, ik heb een paar dingen goed. Er staat overigens ook een heel mooi gedicht in. Ja, dat is waar. Van Anne Vechter. Zou je dat willen lezen? Nee, niet speciaal. Nee. Pagina 13. Pagina 13. Maar dat is het eerste hoofdstuk. Ja, ik dacht aan. Dit is ook wel weer een alarmerend stuk, maar dit is de passage waarbij ik zelf dacht: oh, wat ontzettend fijn dat dit boek nu geschreven is.
verheug me ontzettend om de rest van het boek te lezen. Oh, misschien kan ik aan Tom vragen of ik Lisa Kuijtert mag interviewen, want het lijkt me helemaal geweldig. Het is geweldig. En dat is die passage die begint met... Die historie. Ja, oh, ja, dat zijn 18. Ja. Historici die in 2012 hierover werden ondervraagd voor een studie, vreesden dat serendipiteit bij e-books verloren zou gaan. Dat zeg ik er wel even bij, zodat mensen niet moeten weten wat serendipiteit is. Want serendipiteit is het verschijnsel dat je iets vindt waar je niet naar op zoek was. Heel eenvoudig. Die historici dus, die zwoeren bij de zogeheten open opstelling van boeken en tijdschriften. Dus dat boek, dat je die gewoon kunt zien staan in de kast en dat ze niet in een magazijn staan. Alleen daar zit een probleem. De bibliotheken reduceren de open opstelling. Toen de OBA van de Prinsengracht in Amsterdam naar het 2 keer zo grote gebouw aan de Oosterdokskade verhuisde, bleken daar minder boeken te kunnen worden geplaatst in open opstelling. Citaat, uit oogpunt van design konden we niet alle boeken plaatsen. Aan de medewerkers met enige schaamte. Dat zien en kiezen beseffen bibliotheken ook. Ze leggen de boeken neer op tafels en dat heet dan de retail benadering. Maar uiteraard kan dat maar met een beperkt aantal boeken. Nee, dankjewel. Ik denk dat, de OBA, dat vond je zeker. Ja, ik herinner het ook zo. Want zelf ook die verontwaardiging om meer de eerste keer dat ik daar kwam en ook eigenlijk iedere volgende keer dat ik daar kwam weer meegemaakt. En wat ik, waar ik zelf daarnet ook al zin speel, is dat je de lezende mensen niet meer ziet. Die zitten ergens ver weg. En ik weet nog goed dat toen de OBA aan de Prinsengracht was, toen kwam ik daar zelf ook graag. Want toen ging ik daar nog niet genoeg geld om dichtbundels te kopen. Dan ging ik daar steeds maar weer dichtbundels lezen. Ja, je ziet toch nog best veel mensen lezen. Jawel, maar ja... Schone kranten en tijdschriften. Ja, maar mensen met een boek. Gewoon met een boek. Die is meestal aan een laptop. Maar ik vond het heel jammer dat bij de kinderboeken dat ze ook de indeling helemaal hebben losgelaten. Dus je zoekt je echt helemaal letter naar een boek. Heb ik ook gemerkt. Het is op categorie of zo. Ja, het is op sfeer of zo. Ja, het is niet meer duidelijk. Dus niet meer op alfabet. Nee, dus je mag ook niet meer. Op de kasten mag ook niks meer staan. Nee. Op de kasten niet meer. Oh, dan mag je geen nummers meer op staan. Ja, nou, ik ging met mijn zoontje naartoe en we konden gewoon niks meer vinden en moesten alles vragen. Ja, dat stimuleert ook niet. Nee. De sfeer, dat snappen kinderen toch niet. Nee. Avontuur, mysterie, ja. Wat zal het zijn? Volgens mij is dat hele denken in termen van sferen, dat is gewoon een modus. Ja. Mij zie je dat ook bij de Bijenkorf, daar is het dan misschien ook meer. En dan ik weet niet hoe het nu is, ik ben er lang niet geweest, maar het was op een gegeven moment zo dat niet meer truien bij de truien lagen. Maar iedere trui lag bij een ander merk. Ja. En dat is in, zoiets zag ik in de bibliotheek eigenlijk toen ook, inderdaad, bij de kinderboeken. Ja. Maar laten we niet te veel somberen, want het grappige is dan weer wel dat de lezers gewoon het heft in eigen hand nemen en zelf bibliotheken gaan openen. Dus wat jullie hier allemaal waarschijnlijk in de straat kunnen zien, zelfs op weg hier naar Zoom kwam ik er weer langs, van die kleine free libraries, heet het dan, little free library, waar je gewoon een boek kunt meenemen, soms moet je wel wat geld betalen, soms ook niet. En ik vind dat eigenlijk heel leuk, gewoon hupsakee, laten zien dat je je niet laat wegpesten. En er zijn ook bibliotheken ontstaan in allerlei vrijwilligersorganisaties en in cafés. Er zijn 300 bibliotheken verdwenen tussen 2012 en nu, dus dat is echt ontzettend veel. Er zijn het ook wel kleine vestigingen, dus bijvoorbeeld in een zorgcentrum of zo. Maar toch, 300 stuks. Maar er zijn dus een heleboel little free libraries in de plaats teruggekomen. En ja, dat vind ik toch positief. Ja, en om dan nog met toch een ander ding positief te eindigen, want we hebben nog net 1 minuut. Dat is jouw verhaal over, wat ook in je boek staat, over iemand die eigenlijk in de dataopslag heel rijk en groot is geworden. Ja. Wat die heeft bedacht. Ja, dat is een, ik kan zijn naam nu niet reproduceren, maar dat is een Amerikaan die heeft zich voorgenomen om alle boeken te bewaren. Dus in papieren vorm. En hij heeft ook voor Amazon gewerkt trouwens.
Maar hij vertrouwt het niet helemaal. Hij heeft eigenlijk wat jij net ook al schetste, het idee dat als je alles aan één aanbieder overlaat, een digitale aanbieder, Google bijvoorbeeld, dat je dan uitgeleverd bent aan de commercie, aan de wilden, aan de barbaren. Aan de censuur. Aan de censuur, inderdaad, want dat gebeurt bij Apple bijvoorbeeld. Omslagen, boeken over seks, oké, weg ermee. Het boek van Sascha Jansen zou waarschijnlijk er niet eens doorheen komen. Dus dat soort dingen, daar moet je mee oppassen. Dus dat had hij ook bedacht. En hij dacht, ik ga gewoon van alle boeken een exemplaar bewaren. Dus hij heeft een paar hele grote magazijnen gehuurd in Californië. En daar verscheept hij nu alle boeken die hij kan vinden naartoe. En zorgt hij dat hij er van alles eentje heeft. Nou, dat is een soort Ark van Noach verhaal. Maar laten we daar maar blij om zijn dat in ieder geval één half garen op de wereld dat wel doet. En waarschijnlijk in die end blijkt de minst halve garen van ons allemaal te zijn. Nou, we zijn er heel blij mee. Dankjewel, Lisa Kuijker. Wereld. En digitaal betekent met cijfers, met getallen, met letters, dus elk boek is digitaal. Dus noem het liever elektronisch. Oh, zo. En ten tweede, het positief deeltje, de opslag in harde schijven en sticks en zo, die is niet lang houdbaar. 10 tot 30 jaar, ook CD-ROMs, is het weg. En men denkt erover om de opslag op papier te gaan doen. Ja. We sluiten af met het aanbieden van Patty gemaakt schaal. Ik heb het jou gelezen. Nieuwe serie die nu is begonnen. Best wel een goede. Samen delen. Nee, het zijn er twee. Deze is voor jou. Dank aan het